Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met deze prachtige Land Rover Range Rover Sport. Nu, de Range Rover Sport is al jaar en dag een gevestigde waarde binnen het Land Rover gamma. En vandaag sta ik hier dus met de nieuwste generatie, maar ook een zeer interessante aandrijflijn, namelijk de plug-in hybride. Nu, zoals gewoonlijk ga ik het ook hebben over het dagdagelijks gebruik, het comfort en de dynamiek van deze wagen en natuurlijk nog veel belangrijker over die splinternieuwe aandrijflijn en alle snufjes van deze auto. Mocht je verdere vragen hebben, kan je die uiteraard stellen in de comments onderaan en abonneren op het YouTube kanaal voor meer video's is altijd welkom. Ik wens u alvast heel veel kijkplezier toe. Zoals verwacht is deze Range Rover Sport een enorm comfortabele wagen. Allereerst heb je die typische Range Rover zitpositie en heb je ook een heel goed zicht rondom je heen, wat toch wel handig is, want dit is een vrij grote auto. Om je verder te ondersteunen heeft hij ook een hele reeks aan veiligheids- en assistentiesystemen, zoals bijvoorbeeld blinde hoekdetectie, een rijstrookassistent en ook een adaptieve cruise control, wat ook enorm aangenaam is om wat langere afstanden te rijden. Nu verder heeft hij ook luchtvering en dat kan ook helemaal tot zijn recht komen in deze auto en het is natuurlijk ook typisch aan een Range Rover. Dit zorgt er natuurlijk voor dat je totaal geen last gaat hebben van oneffenheden in de weg en zo heb je dus echt dat typische relaxte, zweverige gevoel. En relaxen, dat kan je dus echt wel helemaal in deze wagen. Het zorgt er echt voor dat je tot rust kan komen. En iets dat er ook toe bijdraagt, is natuurlijk de stilte. Je hebt totaal geen last van wind of rolgeluid. En de motor vooraan is ook zeer stil. En natuurlijk heb je in deze plug-in hybride ook een volledig elektrische rijmodus, die natuurlijk volledig geruisloos is. Nu, in die elektrische rijmodus kan deze wagen ruwweg iets van een 40 kilometer doen. Wat op zich voor de meeste mensen voldoende is voor het dagdagelijkse woon-werkverkeer. Om wat langere afstanden te rijden heb je natuurlijk ook nog die verbrandingsmotor vooraan en gecombineerd zijn deze ook zeer efficiënt. Allemaal zeer knap dus en enorm relaxerend. De Range Rover Sport P400e wordt uitgerust met zowel een brandstofmotor als een elektromotor. De verbrandingsmotor is een 2 liter 4-cilinder inlijn turbobenzinemotor van Land Rover. Deze levert een maximumvermogen van 300 pk of 221 kW en een maximumkoppel van 400 Nm. Deze wordt gecombineerd met een elektromotor met een maximumvermogen van 116 pk of 85 kW en een maximumkoppel van 275 Nm. En om deze motor aan te drijven heb je een accupakket met een inhoud van 13,1 kWh. Alles gecombineerd zorgt dit voor een totaalsysteemvermogen van 404 pk of 297 kW en een maximumkoppel van 640 Nm. En zo doet deze wagen 0 naar 100 in 6,7 seconden. Binnen deze Range Rover Sport vind je een zeer luxueus interieur. Alle materialen die je terugvindt zijn van goede kwaliteit, alles is netjes afgewerkt en zo weet deze wagen onmiddellijk een echt premium gevoel te geven. Verder vind je doorheen de auto ook nog enkele handige opbergvakken, zoals bijvoorbeeld hier twee vakken in het dashboard. En onder de armsteun vind je in ons geval ook een soort kleine koelkast, wat toch wel een leuke extra is voor bijvoorbeeld een lange roadtrip. Nu, iets wat natuurlijk ook onmiddellijk opvalt, dat zijn deze twee touchscreens hier. Dit samen vormt het TouchPro Duo systeem en dit is een heel personaliseerbaar infotainment systeem waarbij het bovenste scherm ook bijvoorbeeld Apple CarPlay of Android Auto kan gebruiken. En hieronder vind je functies van de wagen met bijvoorbeeld de rijmodussen, de klimatisering, met ook knoppen met verschillende functies, zodat alles echt wel zeer gebruiksvriendelijk is. Dit wordt ook aangevuld door een digitale tellerpartij en die is opnieuw ook helemaal te personaliseren. En in ons geval heeft hij ook een speciale teller voor natuurlijk die hybride of elektrische rijmodus. Onze wagen heeft ook nog een heads-up display waarbij alle informatie die echt nodig is onmiddellijk in je zicht staat. En dat is natuurlijk enorm veilig en opnieuw gebruiksvriendelijk. Ook heeft deze Range Rover Sport een nieuw stuurwiel gekregen. En dit is ook met speciale knoppen die van functie veranderen afhankelijk van de menu waar je je in bevindt. Allemaal ook heel gebruiksvriendelijk. Het is even wennen, maar het werkt allemaal prima.
Nu, uiteraard kan je deze wagen heel rijkelijk gaan uitrusten. Onze wagen heeft bijvoorbeeld een Meridian geluidssysteem dat ook helemaal tot zijn recht kan komen in dit stille interieur. En verder heb je ook zaken zoals geventileerde en verwarmde zetels en nog veel meer, zodat je deze wagen dus gewoon enorm luxueus kan aankleden. Over het algemeen zeer geslaagd en zoals dat natuurlijk hoort te zijn bij een Range Rover. Ook achterin kan je meegenieten van al het rijk comfort van deze Range Rover Sport. De zetel heeft een aangename zit en de hellingshoek kan je ook gaan regelen naar jouw persoonlijke voorkeur. De zetel voor me staat in de instappositie voor de bestuurder en zoals je kan zien heb ik nog wel voldoende been- en hoofdruimte om comfortabel plaats te nemen. Uiteraard, van zodra de bestuurder plaatsneemt, gaat de zetel nog naar voren en heb je nog meer ruimte. Verder hebben de voorzetels ook nog handige vakjes en zit je achterin met twee, kan je hier in het midden ook nog een grote armsteun neervouwen met twee bekerhouders en een klein opbergvakje. Verder vind je voor je ook nog airconditioning, nog een opbergvakje, twee USB-poorten en een 12 volt stekker en tot slot heeft onze wagen ook nog een 230 volt stopcontact om grote zaken zoals bijvoorbeeld een laptop op te laden. Allemaal zeer handig dus. Tot slot vind je achterin ook nog Isofix punten voor kindertjes. De Range Rover Sport is op zich een zeer praktische wagen en deze plug-in hybride versie moet daar zeker niet voor onderdoen. Hij verliest ongeveer 80 liter kofferruimte omdat het batterijpakket nu onder de kofferbodem zit, maar hij heeft nog steeds een kofferinhoud van 703 liter, wat toch wel behoorlijk wat is. Natuurlijk, als je de achterbank neervouwt heb je een zee van ruimte en hierbij heb je ook een volledig vlak laadbed. Er is ook geen laadlip en in de kofferruimte heb je handige knopjes om de luchtvering te verhogen of te verlagen om grote objecten in te laden. En verder is de ruimte ook goed te benutten omdat ze gewoon mooi recht is. Allemaal zeer gebruiksvriendelijk en praktisch en de kofferklep kan je bedienen ginder met de knop oftewel gewoon met de sleutel. De Range Rover Sport mag dan wel vooral gefocust zijn op comfort, maar ook in die dynamic stand weet hij een leuke rit te bieden. Allereerst gaat het onderstel wat opstijven en krijg je zo heel wat meer feedback van wat er onder de wagen aan het gebeuren is. Nu laten we eerlijk zijn, deze Range Rover Sport is geen licht veertje, maar hij weet zijn gewicht toch degelijk te verstoppen. Hij gaat niet te veel overhellen in de bochten en weet een heel strakke en stabiele rit te bieden. Ook krijg je wat meer feedback door het stuurwiel en dat is toch wel belangrijk bij een sportievere rit, dat je een goed gevoel hebt van wat er onder de wagen allemaal gaande is. Je merkt ook dat hij heel goed reageert op het gaspedaal. Eerder breidt hij naadloos alle versnellingen aan elkaar, maar in die sportstand merk je dat het allemaal toch wat scherper gebeurt. En ook merk je dat hij heel goed reageert op de gas door natuurlijk die elektromotor. Deze zit geïntegreerd in de versnellingsbak en zit dus tussen de verbrandingsmotor en de versnellingsbak. En het zorgt ervoor dat elk doodpunt dat de verbrandingsmotor heeft weggewerkt wordt en onmiddellijk opgevangen wordt dus door die elektromotor. Die geeft onmiddellijk zijn vermogen en koppel vrij en zo heb je een zeer vlotte rit. Nu, die kan ook enorm efficiënt zijn, want laat hem op tijd op en je kan het verbruik enorm laag houden. En zoals ik eerder al zei, dus tussen de 30 en de 40 kilometer volledig elektrisch rijbereik. Nu, buiten dynamiek weet deze Range Rover Sport ook nog iets anders te bieden. Hij heeft het door de jaren heen ontwikkelde Terrain Response systeem van Land Rover meegekregen. En dit heb ik eerder al in detail besproken bij de test van de Land Rover Defender. Maar het komt er dus op neer dat je verschillende rijmodus hebt voor verschillende types ondergrond. Dus wil je bijvoorbeeld in het weekend wat gaan baggeren in het zand, is dat ook geen enkel probleem met uiteraard de juiste banden. Nu, zo weet deze Range Rover Sport dus echt wel een mooi pakketje te bieden. Hij is enorm comfortabel, ook zeer efficiënt met deze hybride aandrijflijn en hij weet ook enorm veel ruimte te bieden. Wil je een leuke rit? Kan dat ook zeker. En dus is deze Range Rover Sport een zeer overtuigende en, laten we ook eerlijk zijn, enorm knappe auto. Wil u meer CarView, kan u uiteraard abonneren op ons YouTube-kanaal en op dat duimpje omhoog klikken is ook zeker geen ramp.
Op onze website in de beschrijving kan u ook alle fotoshoots vinden van onze testwagens en nog veel meer. En van de meer performantere wagens maken we ook een extra video van enkel het motorgeluid. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.